Ik vond het belangrijk om de verhalen van mijn mama mee te geven, omdat dat misschien makkelijker is voor de medewerkers om een gesprek aan te gaan met de bewoners als ze eigenlijk al iets weten van het verleden. Door een gesprek te gaan met de bewoner weet je wat zijn interesses waren, wat dat er voor hem of haar belangrijk was. En dat kan je dan ook meenemen in de persoonlijke begeleiding dat je hier in het woonzorgcentrum doet. Dat is wel leuk, omdat ze dingen leren kennen van je mama dat ze misschien niet wisten. Dus voor een voorbeeld te geven, mijn mama heeft altijd heel graag gebakken en gekookt. Dan is dat voor hen ook heel belangrijk dat ze weten van zij doet dat graag. Als er bijvoorbeeld een baknamiddag is, gaan zij nog een keer speciaal naar mijn ma gaan en zeggen van Anna, er is een baknamiddag, kom je niet af. De zinvolheid zit bij iedereen anders. Het zit hem in de kleine dingen. Dat niet meer wekelijks een bingo moet zijn of wekelijks dat. Maar dat je eigenlijk meer aan inspeelt op wat de bewoners zelf willen. Ik denk dat Soul Center eigenlijk een goede manier kan zijn om die zinvolle of betekenisvolle activiteiten eigenlijk te gaan vastleggen. Dat ook andere medewerkers daar zicht op hebben. In het verleden was het vaak zo dat alleen team animatie zicht op de zinvolle activiteiten. Maar als je dat eigenlijk kan via Soul Center verwerken, dan is het een gemakkelijke manier ook voor de andere medewerkers om te weten wat er zinvol is voor de bewoners en daar ook mee aan de slag te gaan. Eigenlijk wijst alles zichzelf en is het heel eenvoudig om ermee te werken. En het is eigenlijk wel leuk het gevoel te hebben van zij gaan mijn mama wel een beetje beter leren kennen daardoor.